woning kom je allerlei vaktermen tegen. We kunnen ons voorstellen dat er misschien wat vragen over zijn. Tijd voor verduidelijking dus. In deze video geven we jou uitleg. Als je deze afkorting ziet staan, betekent dat jij als koper de bijkomende kosten betaalt voor de aankoop van een woning. Hierbij horen onder andere de overdrachtsbelasting en de notariskosten. Zie je de afkorting VON, dan betaal je geen bijkomende kosten bovenop de koopsom. Deze zijn vaak opgenomen in de koopsom of worden betaald door de verkopers. Dit zie je vaak bij nieuwbouwwoningen of bij onze Rotterdamse nieuwe. Een woning kan verschillende status hebben. Staat de woning onder bod, dan is op dat moment een onderhandeling bezig tussen de verkoper en potentiële koper. Een woning bezichtigen kan vaak op dat moment niet meer. Als een woning verkocht onder voorbehoud is, dan zijn er vaak nog een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De meest voorkomende zijn een financieringsvoorbehoud en een bouwtechnische keuring. Als de woning direct op verkocht staat, dan gelden alleen de 3 dagen bedenktijd en daarna is de woning officieel verkocht. De onbindende voorwaarden geven jou het recht als koper om van de koop af te zien. Wanneer je bijvoorbeeld je hypotheek niet rondkrijgt of wanneer de kosten naar aanleiding van de bouwkundige keuring hoger zijn dan we hadden afgesproken. Volgens de wet heb je als koper 3 dagen bedenktijd om zonder opgave van reden de koop te ontbinden. Belangrijk is dat deze 3 dagen niet eindigen in het weekend of op een feestdag, anders wordt die tot de volgende werkdag verlengd. Goed om te weten, de verkoper mag ze niet meer bedenken. Nu op zoek naar jouw droomwoning.